Het directoraat cultuur heeft het resort Wanica Noordwest ook aangedaan en de totale kunst- en cultuursector in de gelegenheid gesteld zich te registreren. Dit gebeurde zondag 16 december op het terrein van het commissariaat. De registratie is bestemd voor beoefenaars van verschillende ambachten, maar ook muzici, artiesten, schilders, dichters, DJ's en anderen. De nationale registratie zal zorgen voor een overzicht van de sector en zal uiteindelijk leiden tot het opzetten van een digitale database. Deze database zal een belangrijke aanwinst moeten zijn voor het uit te voeren cultuurbeleid. Dus wat wij hier doen is geen gunst. Het is het werk, we zijn het verplicht. En u weet ook, iemand die zeg maar bij een technische dienst zit of administratief werk doet, die werkt 7-3. Van maandag tot en met vrijdag. Maar de directie werkt eenmaal 24 uur op zon en feestdagen, in regen, noem maar op, het maakt niet uit. Ik ben trots om hier te zijn, in Wanica, bij jullie. Het zij kunstenaars, het zij mensen die zich bezighouden met Hindi-lessen, het zijn mensen die zich bezighouden met yoga, het zijn mensen die zich bezighouden met dans, met zang, religie, crafters. Dit gebeurt allemaal in Wanica. En wij van het directoraat koesteren dat en we zijn heel trots op jullie. Een van de belangrijke bewoners in het district Wanica. U bent al een poosje bezig. Wat doet u precies in het dagelijks leven? Nou, mijn kunst is eigenlijk, ik ben pottenbakker, ik ben dichter, schrijver, maar ik geef ook harde werklessen. Dat is mijn hobby en ook Hindi-lessen. Ja. Hoe vindt u van het idee dat cultuur, directoraat cultuur, nu in het district Wanica is om alle kunstenaars, alle artiesten zeg maar te registreren? Wat vindt u daarvan? Geweldig hoor, want ik ben bekend bij cultuur. Want de kinderen komen uit, bedoel, van universiteit of van HAVO, kweekschool. Ze komen altijd kopen klei om voor handarbeid. En zijn ze ook verplicht bij mij te kopen. Hoe heet die dame van cultuur? Ze zei net dat ze, toen ze op kweekschool was, had ze klei gekocht bij mij. Dus ik vind het geweldig dat ze moeten het speciaal bij mij kopen. Want vanaf 57 maak ik aardewerk. Als het Bilharzia was of iets anders was, dan zou ik ziek worden. Dus het is ook door biologie gecontroleerd hoe de klei is. En daarom ben ik echt blij hoor. U heeft geen onbekende naam. U bent de zoon van, ik wil bijna zeggen, wereldbekende kunstenaar. Meneer Kedu, de ontwerper van het standbeeld van Baba en Mai. Hoe vindt u het zelf om, te weten dat uw vader een grote bijdrage heeft geleverd aan de kunst in Suriname? Nou, ik ben erg trots op hem. Dus van kleins af is hij veel gehouden van beeldhouden en zo. Dus hij was een kleine landbouwer. Hij komt vanuit een landbouwersgezin. Dus hij had niet zo breed en zo, maar toch heeft hij zo ver kunnen krijgen dat hij wat heeft plaats aan de waterkant, zoiets van, voor de Surinaamse gemeenschap. Het standbeeld van Baba en Mai zo. Samen met zijn vrouw en zo. Dus hij heeft
Dus na die Baba in mei heeft hij ook Jakey's aan de derde rijweg. Hij heeft dat ook, mensen hebben hem gevraagd, die Stichting Hindoestaanse Immigratie, heeft gevraagd om dat ook in elkaar te zetten. Dus dat was die laatste beeld dat hij heeft gemaakt. Dus nadien was hij een beetje ziek geworden, dus hij heeft hem af te gaan bouwen. En dan die kunstwerken van hem, wat die overgebleven zijn, hebben wij gedacht niet om elders af te geven. We gemeente, wij en de familie en de andere kinderen en zo. Dat we een museum ervan maken, een kleine museum van hem. Zodat de buurtmensen of dat van de omgeving, dat de kinderen, schoolkinderen wat kunnen meepikken. Dus dat het wat een blijvende, dat de cultuur blijvend behoudt. मेरा अपना कुछ नहीं मेरा अपना कुछ नहीं जो आप लोगों ने दिया है वही दोहरा रहा हूं जो कुछ पढ़ा हूं सुना हूं देखा हूं वही बार-बार दोहरा रहा हूं मेरा अपना कुछ नहीं संत कबीर की वाणी है कि यह झीनी चदरिया प्रभु आपने दी ही है मैं इसे बेदाग लौटा रहा हूं मेरा अपना कुछ नहीं यह सतयुग द्वापर त्रेता नहीं यह कलयुग है यहाँ न गंगा जमुना त्रिवेणी सरस्वती है न हिमालय की चोटी है न राम कृष्ण का अवतार हुआ है न ऋषि मुनि का जन ये पूरब नहीं ये पश्चिम है ये भारत नहीं यह देश सूरीनाम है हम सूरीनाम में रहते हैं इतना जाति के बीच में इतना बोली बानी के बीच में हमारा सब कुछ सुरक्षित है ये प्रभु के देन है पंडितों का देन है जितना कलाकार हैं उनका देन है कुंस्तनार जोन बाटे उनका देन है इस सब का योगदान इसमें है हम लोगों के चाहिए कि एक में मिलकर रहें एक सूत्र में बंध कर कहते हैं कि जो गलत रास्ता पर चल जाता है बिछड़ा है जीवन मेरा पिरो दो तो कंचन बन जाऊं भारत मां के गोद छोड़े 145 साल हो रहा है भारती से सरनामी बन गए दुनिया यही कह रहा है